Ik zie hem kikken. Sydney en Richie hebben net boeboe gevoeld. Ze legde hun hand erop en toen ging hij kikken. Ik voelde dat hij haar kikte, maar ik weet niet of ze het goed herkende. Maar het was in ieder geval heel mooi. En daarna zag ik hem dus ook echt zo. Hij is heel actief, maar ik voel hem al maanden voel ik hem. Toen zei die verloskundige waarschijnlijk ook deels doordat je het beter herkent, het gevoel. Dan bij Sydney was het natuurlijk nieuw. Maar ik heb ook het gevoel dat deze veel actiever is. Maar hartstikke gezellig. Ik probeer ook echt even met mijn aandacht naar hem toe te gaan. Als hij dat doet. Want het leven is nogal druk. Dus er is een soort van weinig aandacht voor, vind ik. In verhouding met Sydney. Daar was heel veel aandacht. Alle aandacht ging naar. Dus dat doen wij, proberen wij bewust te doen. Doei. Ja, het is vrijdagochtend. Ik ga zo brunchen met Marlon en Loes. Vriendinnen van mij. Van toen ik nog wild was. Wild en jong. Wij waren elke dag op Amfi en elke avond en elk weekend altijd met z'n vieren. Dat souterrain waar ik op een gegeven moment woonde, waar Richie ook even een maand of zo, twee maanden, een paar maanden heeft samengewoond met mij. Dat was het huis van Madelon. Ze heeft een tijdje in het buitenland gewoond en zijn verhuisd. Dus we zien elkaar af en toe en we gaan brunchen nu. Maar het is echt noodweer. Dus ik heb al mijn energie verzameld. Dit is mijn comfy outfit. Ik heb echt de kracht niet om wat leuks aan te doen. En dat maakt ook niks uit. Misschien dat ik even ga filmen als we daar zijn. Maar misschien zijn we wel te druk met praten. Maar ik ga in ieder geval die kant nu op. Ik ga dus niet op de fiets, want mijn fiets zit nog bij de fietsenmaker. En ik ga met de bus. Ik weet ook totaal niet hoe lang zo'n bus duurt. Ik ben echt waarschijnlijk veel te vroeg. Maar ja, met de fiets weet ik gewoon uit mijn hoofd. En hier niet. Oh ja, kan ik nou nog een pet opdoen? Ik vind het dus leuk dat dit kropt. Het topje dan weer op die buik zit. Maar we blijven het proberen. Van dit zo. Dicht. Dan heb ik mijn capuchon natuurlijk voor de regen. Ik dacht, kan ik nou ook nog die pet op of niet? Was dat niet met het knotje? Ja, kan dus wel. Zo'n klein stukje maar van mijn haar. Dat die gewoon overheen kan. Als het echt kaart gaat regenen. Of zou ik een paraplu meenemen? Regen, regen, regen. Ik moet gewoon een paraplu mee. Laat die pet wel hangen. Hierin. We komen zo langs het huis waar Richie woonde toen ik hem leerde kennen. En hier ook. 19. Dan zag je zo'n slaapkamerraampje daaronder. Ja, dus het slaapkamerraam was hier. En hier was de woonkamer. Nummer 14. En dan liepen we zo hier de hoek om en daar woonde ik. En in het midden zat ons Albert Heijn. Hoe bizar, hè? We gaan naar de Spaardammerstraat. En Madelon en ik hebben samen voor modemerk gewerkt dat thuis zat. Dus wij kwamen daar elke week, elke vrijdag borrelen. Maar er zit ook Dignita. Ook in de hoftuin aanrijding. Live verslag ook. Oh. Ruzie. Raampje open. Zit ook in de hoftuin daar achter. Achter de Hermitage. God damn it, jongens. Ik ben echt nog maar half het mens wat ik was. Ik waggel er ook bij, jongens. En toch weer een beetje moody. Daar heeft hij de Haarnerstraat. Dit is dat rare gebouw. Volgens mij komt de horeca in. Hier staat een prachtig kunstwerk, maar hier loopt nooit iemand. Want dit is een soort raar achterhoekje. Dus dit vind ik echt een waste. Kijk hoe mooi. Waarom ik bij Dick niet ben uitgekomen? Ik had eigenlijk op Instagram gevraagd aan jullie. Wat is leuk om te brunchen? Ah, ik brunch nooit. Dus dat wist ik al niet. Loes houdt van luxe. Lon houdt van heel lekker. Dus een Bourgondier en gezond. En ik wil in West, anders red ik het niet qua tijd. Dus vandaar dat we hier gaan zitten. Poos, en? Hoe zit het voor jou? Ja, is het voor mij, thanks.
Sorry? Is this the tuna melt? No. No. It's still beer. Oh, this, I didn't order this. Oh, okay. Thank you. Oh. Wat een chaos, jongens. Gaat het goed? Hoe handig is dit? Ik ben zo blij dat ik dit heb besteld, want ik wilde eigenlijk pannenkoeken bestellen, omdat ik nog geen trek had. Maar nu heb ik wel trek, dus dan wil ik veel liever wat harder. Hoe is het, Loesje? Goed. Als ja? ik jou zie, gaat alles goed. Ja. Wat vind je van het restaurant wat ik heb uitgezocht? Want ik had gezegd op de vlog, jij houdt van luxe. Ja. Dat is dit niet echt, hè? Dit is niet chic. Helemaal goed. Oh, dit is wel chic. Goed? Maar ik hoef ook niet altijd chic, hè? Nee. Als het maar lekker is. Oh ja, dat is, ja. Ik ben Louis. Ja? Oh. Okay. Tuna melt, teal beer. Ah. Anyway, tuna melt. TT. Okay. Ja, ja, ja. Lon, ben jij blij? Ja. Ja. Bij jou denk ik, ja, ik heb goed gekozen met topertjes. Ik ga het eerst even proeven. Ja. Ja. Maar wat zijn die staafjes erbovenop? Rabarberg. Oh ja. Ja. Dus ik wilde eventjes heel gezond gaan. Zo 4K. Ja, en hij neemt dus geluid op. Hi. Eigenlijk als hij ons 20 jaar geleden had gevraagd wie van ons wordt vlogger, zouden wij allemaal Loes hebben gezegd. Zou iedereen Loes zijn? Ja. Sowieso ik niet. Nee, jij sowieso niet, maar ik eigenlijk ook heel erg niet. Maar jij houdt op zich wel van de camera. En de camera loves me, of course. Dat is het vooral. Maar je moet echt die chaîne een stap over. Die wordt die belt jou. Oh. Ja, wij moesten dus samen, moesten Lon en ik 7 jaar geleden of zo. Die... Ja, maar ik zie ons nog bij de Dam in Amsterdam op de fiets staan. Nou, dat jij zei, ik ga iets zeggen. En ik heb die camera vast en jij zegt dat. En we beginnen keihard te lachen. Omdat ze één woord, hoi of zo. Het was wel raar. En nu doe jij niet anders. Nee, zo'n twee natuurlijk. Wij filmden eerst dus allemaal video's zonder geluid. Ja. En toen had iemand in de comments gezegd. Ja, die beelden van Amsterdam kijken, stof, muziek in de achter. Maar doe dat nog. 3 views, ja. Ik ben haar moeder en dankjewel. Toen zei Lon, wat al in de comments gehoord, ik maak een praatje er niet bij. En toen zei jij, Roos, je moet even niet wat ik ga zeggen. Ja. Ik zei, ja, maar dat is heel dom. En toen zei ik, we gaan naar Waterloopplein en heel kinderen gaan lachen en zo. Maar daarnaast is wel gebeurd. Ja, en... Sweats of t-shirts met artworks waar ik artworks overheen kan zetten. Die oude plek hier Amsterdam, waar ik al duizendmalen kwam en waar ik altijd weer wil zijn, het Waterlooplein. Zonder spoor, een oud bureau, het kost bijna niets, een roestige fiets. De koopman zegt, is echt antiek, je zeurt en pingelt om een piek. Zo hoort het ook, zo moet het zijn, op het Waterlooplein. Basis audio te hebben en dan de tekst overheen. Moet je eens kijken naar alle reels en vlogs nu. Ja. Dat is alleen maar praten. Pure kwaliteit. Ja, maar het is ook alweer kwaliteit. Jij praat niet anders tegen die camera als dat jij tegen gewoon normale mensen zonder camera praat. Dat vind ik echt knap. Ja. En dat heb je of dat heb je niet. Ik denk dat het heel moeilijk af te leren is. Als je een beetje zo'n showtje gaat geven, kan je bijna niet meer terug. Dan is dat voortaan dus wat je doet. Ja, zo'n stemmetje op. Ja, dat gaat heel veel energie kosten. Gelukkig doe ik dat niet, maar ik weet niet waarom niet. Dat is gewoon zo. Ja. Je hebt een VPN. Dat is cool hoor, dat je niet meer denkt. Ik word nu zeker wel Shannon, want ik zie allemaal mensen kijken nu. Oh ja? Ik voel geen Shannon aan mezelf, nee. Of ik knap ben. Niemand kijkt. Dat doet man wel. Die is bang dat hij op de camera komt. Die wil jouw handtekening, die heeft jouw vlog gezien. Die denkt, oh, daar zit ze. Kijk, hij kijkt zo.
Kijk, Loes heeft haar eten ook. Tuna melt. Ziet er wel weer heel bijzonder uit. Mijn eten vind ik echt wel een 10. Want het brood is precies goed. Het ei is goed. Die avocado is goed. Dus ja. De smaakcombinatie is heel lekker. Ik heb dit nog nooit op. Het is super lekker. Ik krijg een cadeau omdat ik zwanger ben, toch? Ja. En, oh ja, deze heb ik dus al gekregen. Kan ik jou... Is dit ook al te koop? Ja. Ja hoor. Deze maakt Madelon, deze kaarsen. Dus, Waves by Nature, 1 euro. Ja, nu nog 1, maar er komt een 2 erbij. Dat is lavendel en dan Chantel heet die coco. Chantel coco, die is best wel zoet. Meer zoetere kleur, maar die komt erop aan. Maar deze heeft ik nu lavendel. Koolzaad, heel lekker. Ja. Ja, dat is dus een merk wat producten maakt, wat echt natuurlijk, gezond en energetisch. Ja, en een mascarpone gegeven. Er ruikt echt veel meer dan alleen lavendel. Ja, het is dus heel lekker puur. Ik heb niet eens zoveel ingedaan. Ja, ik heb hem. Ik heb hem al. Ik heb die kaas. Ja, die heb ik al 40 gehad. Die steek ik lekker aan als ik in bad ga. Ja, maar jij hebt toch steeds geen hond. Oh, die ook een hondje, wat een. Oh, Jelly Cat. Ja, die zijn altijd zo cute, jongens. Dankjewel. Wat is dit? En dit is voor jou? Ik dacht uit. Oh, dat is collageen. Daar had ik het net over. Ja. Firming, oh mask. Gewoon lekker een maskertje, gezichtsmaskertje. Lekker voor jezelf en anders voor de baby. Lief jongens, dankjewel. Nee, hebben we nog iets? Nee. Jawel. Maar dit is vanuit, aangezien jij natuurlijk van kringlopen houdt. Oh. In het kader van duurzaamheid. Dit is van mij geweest. En dit heb ik altijd nog bewaard. Van de jongens. Van die jongen? Ja. Oh, wat leuk. Heb je dit altijd bewaard? Waarom? Ja, omdat ik... Maar ik kan het niet wegdoen. Dat kan ik niet wegdoen. Of sommige dingen denk ik, nou dat verkoop ik dan nog een keertje. Of weet ik het allemaal. Ja, ik heb 1 doosje, dat bewaar ik. En dit is iets wat naar een volgende mag. Ja. Ja, oké. Ik denk, nou, dit is een... Dat is een dekentje. Oh, die houdt heel erg van. Lekker, Loes. Ja, wat zit hier voor parfum? Ik heb daar een parfumspreetje, textiel parfumspreetje overheen gedaan. Omdat het inmiddels al heel lang in een doos zat. Dus het was niet meer... Wat vind jij ervan dat het gewoon weer in de luier zit? Ja, dat vind moeilijk, maar ik vind dat heel bijzonder. Dit is dus voor 1 maand, 6 maanden en dit is 3 maanden volgens mij. Maar dit hebben de jongens allemaal aangehaald. Maar zo kort, dus het is nog gewoon lekker zacht. Ja, dat heb ik met die spullen van City ook. We hebben ze maar heel kort aangehaald. Heel mooi. Goedemorgen. Wij gaan naar de Black Cat Theater. Het gaat regenen de hele dag, zeg maar, af en aan. Dus dan gaan wij heel vaak dus naar dit theatertje. En het is zo cute. Al vanaf dat City echt klein is, is het leuk. Het is echt heel goed voor kinderen. Ik vind het ongelooflijk hoe die acteurs en actrices dat begrijpen wat kinderen leuk vinden. En ik zal daar niet echt filmen, want volgens mij is dat niet de bedoeling. Maar ik wilde die tip toch een keer meegeven. Dus ik ga eigenlijk niet vloggen vandaag. Oh, ik ga trouwens wel mijn fiets ophalen. Ja, fietsupdate. De 2 fietsenmaker experts hebben ernaar gekeken. Dus eentje tijdens het telefoongesprek toen ik daar was met jullie. Moesten ze later weer overleggen en zouden ze me laten weten of ze het überhaupt aandurfden om te doen. Maar hij staat klaar om opgehaald te worden. En volgens, ik heb ze nog aan de telefoon gehad intussen. Ze de kabels kunnen bestellen op de juiste lengte. Want als het stuur omhoog gaat moeten de kabels dus ook verlengd worden. Ik weet niet waarom ik zo erg de diepte in ga over dit onderwerp, maar... Ik kijk er zo naar uit dat het stuur omhoog zit. Niet zo hoog, hè. Maar het was echt zo'n citybike model. Wat gewoon lekker is als je in je eentje door de stad wil crossen. Maar dus niet met die buik. Ja, hier rechts. En dit Black Cat hier, er zit er echt bij Sloterdijk. Dus je kan ook makkelijk parkeren. Wij doen dat dus heel vaak als het regent. En we toch echt iets leuks voor Sydney willen doen. Maar we zitten daar zelf ook gewoon heel chill. Leuk, hè, Black Cat? Ja. Yeah. And you're right, they put a lot of effort into these shows and they're all professionals at what they do. Sometimes they mix the acting with or the interactive shows with music and it's really impressive what they do. Yeah.
they do here and how they run it. It's great to go there for a coffee or a tea beforehand. Ja, daar hebben ze een hele Montessori speeltuin binnen. Yeah. Met stukken hout en weet ik veel wat allemaal. Ik wil in de speeltuin spelen. Ja, dat mag nu, Moppie. We gaan nu daar naartoe. Oeps. Dus die fiets film ik ook. Mooi. Little Sambo. Oh ja. Kijk, hier zie je de speeltuin. Mama, schoentjes uitdoen? Ja. Wat kan je voor me? Zit niet eens de jeans aan die mama eigenlijk wil hebben? Mama had deze broek wel willen hebben. En ik ook. Oké. Okay. Ik heb toch ook. Jij vindt hem ook mooi, toch? En ben jij zo dat geweest? Ja. Ik zit op mijn fiets met het vogelstuur. Het is geweldig. Ik kan het iedereen aanraden. Het zadel voelt ook al beter. Dus dat ga ik nu even testen. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Het was €104 om het erin te laten zetten. Kabels hebben ze gewoon nog kunnen hergebruiken door ze anders te plaatsen. En dat tussenstuk heb ik dus op Etsy besteld voor €80. Dus dat is alsnog wel €200. Maar ja, ik vind het waard. Dit stuk is ertussen gezet. Oh, dat is niet om het en hier kan alleen geen kinderstoeltje aan, zei hij. Dus dit is voor de toekomst nog niet bestendig. Hi guys, even een pregnancy update, een hele gekke. Want ik was zaterdagavond opeens heel ziek geworden. Ja, niet raar ziek, maar gewoon griep, maar van niks. Ik dacht eerst, oh, ik heb een soort hooikoorts, want het was zonnig. Nou, een beetje last van allergieachtige klachten. En opeens werd dat gewoon ja, een hele dikke, vette griep. En vind ik dus heel lastig, want ik had echt hoofdpijn, alles is... Ik heb een paracetamol genomen, wat ik echt eigenlijk niet wil doen met de baby, maar goed. En neusspray, dat mag dan ook als je het beperkt. Toen kwam die druk hier een beetje weg. Toen ging het eigenlijk ja, heel lang heel slecht. Nou, heel lang. Helemaal niet. 2 dagen dus. En toen voelde ik Boeboe ook bijna niet trappen. Dus ik ga me helemaal zorgen maken van ja, wat kan ik hem nu geven qua energie. En nu, ik zie er nog steeds echt heel verlapt uit, maar ik... begin weer wat energie te voelen. Dus ik ben zeker over het ergste punt heen. En Boeboe begint ook meteen weer te trappen. Babe, Boeboe is kicking again. Where? He's back. Give me some of the love. I said, I was worried because when I was low in the energy, Boeboe was also not there kicking, you know? Again, keep talking. Boeboe. And Sydney talks too, so he can hear your voice. Zeg maar boeboe. Baba. Boeboe. Hey, buddy. When she laughs, I think boeboe is kicking. Even kijken, voel hem al. Boeboe, buddy. Hello. Stay really still, Sydney. Who? Yeah. Hey, boeboe. What are you doing? Can you come and say hello? Sydney's here. And Papa's here. And Sydney made chicken. Where was he? Here. Big spitty hand. Sydney's though. Yeah. Yeah. Papa, you push. Yeah. Boo-boo. There. Boo-boo. Boo-boo. Can you kick Sydney's hand for us? Hey? Try and stay really still, Sydney. Yeah. Big one. Ja, nog één. Nog één. Can you feel it, Sydney? There was 3 little... Nog één. Even I can feel it, Sydney. Sydney, show me the rabbit you made at school. Nee, show me the paper you made. Sydney kwam net thuis met een tekening van konijntjes. Ik zo, ja, daar heeft de juf getekend al als voorbeeld. Nee, dat heb ik getekend. En nu geef ik haar dit kladblok. Tekent ze gewoon helemaal dit met voelsprieten, oren, ogen, alles. Kijk.
Dit had ze mee van school genomen. Dus ik zo, hè? Dat kan niet. Maar het kan dus wel. Jongens, ik ben heel trots op jou, Moppie. Goed zo. Een lege boog bij papa tekening en bij jou tekening. Oké, dankjewel. Goedemorgen jongens. Nou, het is een hele vrolijke ochtend hier, want ik ben mijn belastingkwartaalaangifte aan het doen. Ik zit ondertussen naar een DIY-video te kijken. Dat is in a photo frame en I think that would... Het is gewoon een kerstkaart. Maar ik ga dit snel afronden en dan mag ik even DIY'en. Dan ga ik lekker op mijn Cricut. Ik moet ook nog hier deze kamer gaan transformeren naar een babykamer. Maar dat leuke gedeelte komt zeker niet nu, want het gaat eerst dus over beslissingen nemen van... Wil ik die mooie boogjes daar houden? Wil ik die lamp gaan gebruiken? Kleding moet allemaal naar mijn garderobe toe. Hier zit kleding in voor Boeboe en mijn Elektra bijvoorbeeld. Dan moet ik uit gaan zoeken wat daarvan heb ik nodig. Dus heel saai. En ik krijg heel veel kinderkleding van vriendinnen die klaar zijn met baby's maken. Dus dat ga ik ook nog eventjes verwerken. Plus de oude kleren van Sydney moeten uit de berging komen. En je hoort het, ik ben ziek geweest. Oh, dat hebben jullie gezien. Ik heb gefilmd dat ik ziek was, ja. En nu is het vooral op mijn keel. Maar niet meer griep in mijn lijf, zeg maar. Dus ik voel me eigenlijk wel weer beter. Vandaar ook dat ik dit klusje aan het doen ben. Maar ik zou eigenlijk gaan kringlopen met mijn zus. Maar daar heb ik de kracht echt nog niet voor om naar buiten te gaan. Want dan weet ik zeker dat ik na een uur gewoon instort. Dus ik doe allemaal kleine dingetjes vandaag. En dan voel ik me toch een beetje nuttig. Hoe gaat het met jullie? Zijn jullie al ziek geweest? Ik heb zometeen een belangrijke zakelijke meeting. En dit kan niet. Dus ik ga lekker opruimen. Zodat de background in mijn Zoom. Wat zit ik op? Teams. Even iets vrolijk uitziet. Ik heb hier geslapen. Omdat ik aan het hoesten was. Sydney werd vannacht ook ziek. Dus die heeft naast mij geslapen. En ik ben gisteren bezig geweest met de Cricut. Heb ik Sydney haar jas. Een nieuwe winterjas. Voorzien van de naam, want het was meteen al fout gegaan. Sydney kwam thuis in iemand anders zijn jas. Kijk. Het is heel mooi met de Cricut. Het zit er echt helemaal in. Richie had haar opgehaald en ik zo, wat heeft zij voor jas aan? Richie is ook ziek. Ik niet echt ziek meer trouwens, dus hè, jongens, alleen hoesten. En toen had ze sprong de jas van een ander meisje aangedaan. Ook heel similar. Iets lichter van kleur. Dus nu staat haar naam erin. Dat weet ze ook. Kijk, en deze schoenen, jongens. Dit is echt een droom. Crocs Lined Stomp Boot heet deze, geloof ik. Het is dus een waterdichte croc. Dus die gaatjes zijn dicht. En er zit dus fur binnenin. Dus je stapt er zo in en uit ook. Dus dat is heerlijk met dat regen, met die regen. Ik heb echt sinds een week. Ja? Wat is er, Moppie? Je bent ziek, hè? Mijn poor wife was sick. Ja, Sydney is sick. And my turn. Family that's sick together. I need to clean this office because this in the background is not inspiring for my business call. No, this is quite nice. Hang some cool shit here and just point the camera there. Yeah. Wat ga jij doen? Ik ga even shower, douchen. Oké, ik ga opruimen jongens. Maar ik moet erg opletten. Ik ga even zitten nu ik nog kan. Dus ik ga hier opruimen, maar ik moet erg opletten hoe ik mijn energie verdeel op de dag. Want ik heb dus nu mijn haar en mijn make-up gedaan. Eigenlijk denk ik alweer, oh, dat was vrij veel. Dus dit opruimen doe ik even met de, doe ik even nap. Dus dit zie je toch niet, dat ga ik niet doen. Ik doe alleen even dit depressieve hoekje. Ik heb nog lang niet genoeg over die schoenen gezegd, besef ik me nu. Maar hoe je ze moet zien is dus eigenlijk de regelaars, maar dan met plateau. Waardoor ze dus heel lekker lopen. Ze zijn licht, waterdicht, modderproof. Alles met Sydney in de regen. En dan dat fur,
zorgt gewoon voor, zelfs toen het nog helemaal niet regende, dat ik ze al aan wilde. Die ketting ga ik zo nog even aandoen. Ik ga straks door met cricket. Misschien niet vandaag, maar wel één deze dag. Dus ik laat het even staan. En verder is dit gewoon nu te doen. Dat klompgevoel vind ik dus ook opeens weer wel leuk. Wat ook heel goed is bij zo'n white leg. Ik heb heel vaak sweatpants aan als ik ze niet moet brengen of halen. Of ja, gewoon everyday. Maar dan moet er best wel een chunky boot onder, vind ik, om dat cool te maken. Dat had ik heel erg met die Balance, New Balance sneaker. Want die was heel wijd en liep achter helemaal zo door met die zool. En ik had hem gisteren aan met een cuff. Dus een Adidas sweatpant met een cuff bij de enkel. Zat hij erin. Is dit heel cute. Echt, het is net een beetje foutachtig. Maar nu met deze broek zie je hem dus niet. En dan vind ik het dus ook heel mooi. Ik ben nog helemaal enthousiast. En waarom? Omdat dit puur comfort is. Dat je echt denkt van, ja, het kan niet lekkerder zitten. Helemaal weer bestendig. Ik zal een belly update doen. Nu we er toch bezig zijn. Ziet dit al? Dit is 's ochtends vroeg, hè? Boeboe. Oh, hier staat iets geparkeerd. Babykleding van mijn vriendinnen. Dus die hebben jongetjes gehad en die gaan niet door naar meer kinderen. Dus die hadden zoiets, oh, we geven de babykleding aan Roos. Dus ik moet echt gaan kijken, heb ik dingen dubbel? Wat bewaar ik, wat niet? Even de camera testen. Hoe ik eruit zie, kijk. Dit is nog steeds een echte set achtergrond. Dus ik ga misschien even mijn computer schuiven. Maar dan zie je dat bed weer heel erg. Meestal, omdat ik geen team heb, kan ik gewoon met FaceTime de calls doen. Dan hoef ik niet zo met teams. Maar dit is voor haar handig, hè? Als je dan denkt, zet zo'n filter aan. Zo'n waasje om je heen. Ga ik alleen maar extra kijken wat ik dan kan opmaken uit die achtergrond. Wat je probeert te verbergen. Ik hou niet van waasjes. Goedemorgen. Hi Sanne. Hi, leuk. Oh, wat leuk jou te ontmoeten. Ja, het is gelijk. Heel leuk. Ik denk dat ik jou al, toen je nog in een klein appartementje in Amsterdam zat, dat ik keek jouw vlogs al. Ja, bizar is dat, hè? Dat je dan al zoveel... Ja, ik vind het dus heel fijn dat jij zoveel van mij weet. Dat ik eigenlijk dus niet hoef uit te leggen wat ik doe, hoe ik het doe, waarom ik het doe. Dat weet jij gewoon. Maar vind je dat niet eng ook? Dat iedereen zoveel van je weet? Nee, want de dingen die ik niet wil delen, deel ik ook echt niet. Dus voor mij, het voelt heel veilig dat ik heel goed kan inschatten van, oh, ik vind het juist leuk dat mensen dit weten en daar wat mee kunnen. Maar ik voel heel sterk wat ik bijvoorbeeld privé vind. Dus dat is heel duidelijk voor mij waar die grens ligt. Maar bij jou vind ik het gewoon zo grappig dat je... Ja, ik weet niet, zo heerlijk authentiek bent. Je bent gewoon eerlijk, oprecht. Dat is het meer. Dat... Nou, dat ging heel, heel goed. Wat een leuk mens. Ja, ik heb dit al vaak gezegd, maar als... mensen mijn vlogs kijken. Zij kijkt dus al vanuit het Souterrain. Dus toen ik Richie leerde kennen. En daar voel ik me helemaal vrij. Ik hoef dus helemaal niet te doen alsof ik normaal ben of whatever. Zij weet gewoon alles. Dus ik ben ook bang dat ze mij nu afluistert, maar ze is weg. En dat zijn dus ook heel vaak hele leuke mensen. Jullie zijn echt leuke mensen. Dat heb ik ook elke keer als ik iemand tegenkom in de kringloop. Dat denk ik, hè? Ja, dat is natuurlijk logisch dat we elkaar leuk vinden. Dus dat ik jullie dan natuurlijk ook leuk vind. Heel vlot, heel ook heel nuchter en heel eerlijk. Ja, en knap, een echte goede ondernemer. Dus heel leuke samenwerking voor kinderen, baby's en andere kinderen. Dus ik heb helemaal zin in. Dus ik ga nu even... goed door de site heen spitten wat ze allemaal hebben. En ze heeft ook veel, of tenminste ze heeft al wat ervaring met influencers. Dus het is ook heel fijn dat ik ook niet hoef uit te leggen van, hey, dit werkt goed, dat werkt niet goed. Dat kan wel, maar zij heeft zelf ook heel veel ideeën erover. Dus ik ga even lekker kopje thee zetten. En eventjes wat onderzoek doen. Research.
Hier ligt de auto. Ja, ik ben ziek, dus dan normaal, ik ruim de hele dag door, ruim ik op. Vind ik fijn. Ik hou van lege oppervlakte. Dus alles wat in de vaatwasser kan, gaat ook bij mij niet in de vaatwasser. Alle spullen van Sydney van 's ochtends gaan naar haar kamer of in de mand. We hebben zo'n mand voor rommeltjes die hier even zo liggen waar ze mee aan het spelen is. En nu doe ik dat gewoon niet. Ik ben aan het nadenken over de kinderkamers. Twee. De vader van mijn kinderen, ik heb twee kinderen. Ja, ik vind dat zo'n bijzonder idee dat ik dat straks heb. Anyway, ik ben aan het nadenken over de kinderkamers. Dus Richie en ik hebben een hele grote slaapkamer met een kledingkast eraan vast. Zo'n walk-in closet en dat wordt nu gescheiden door een gordijn. De kamer van Sydney en mijn kantoor zijn even groot. In Sydney haar kamer zit een gigantische inbouwkast. En hier in onze woonkamer, die dus ook heel groot is, willen we een scheidingsrand bouwen waarin mijn kantoor zal zijn. Dus een bureau en een kast. Dus dat je niet kijkt naar wat er allemaal gebeurt. Zodat als ik daar bezig ben met kleding en dingen, dat je daar niet constant in kijkt. Maar er komen dus wel ramen boven voor het licht. Anyway, daar is genoeg ruimte. Ik zit te twijfelen of ik misschien, want ik ben aan het nadenken welke meubels heb ik nodig en wat is dan slim? Is het slim om Sydney te houden waar zij is? Want die giga inbouwkast van haar is heel veel speelgoed. Alle kleren die nog te groot zijn. Alle kleren die al te klein zijn. En dat is dus voor een baby, waar dat zo hoog snel roleert, eigenlijk heel prettig. Of het misschien slimmer is om dat babykamer te maken. En dan wil ik dus visualiseren van, hey, ik heb, welke meubels heb ik? Wat heb ik nog nodig? Dus ik krijg het niet voor elkaar, dus ik ga het even tekenen. Even op een rijtje kan zetten wat dan waar moet komen. Want dit is, die inbouwkast gaat niet van de ruimte af, komt hier binnen. Zo is de kamer. Hier staat nu haar bed. Dit is helemaal inbouwkast. Hier staat die bank, commode. Dus dit is deur. Want die bank hebben wij ook heel veel gebruikt als toen zij een baby was om haar in slaap te krijgen. Dan lag ik daar zo een beetje met haar op mij. Ja, dus die andere kamer zou dan betekenen dat ze, dat die andere kamer heeft hier de deur. Daar staat ook ons tweepersoons logeerbed, wat ik eerst wil houden, zodat ik daar kan voeden. Dan kan hier een co-sleeper komen en hier de commode. En dan gaat op een gegeven moment dit weg. En dan kan, want dit is een kast kleding, dan kan hier dus haar bureau komen en een speelhoek. Ik wil eigenlijk een werkplekje voor haar. Nou jongens, you get the point. Sydney and I made this today for our wonderful Rosemary Ann Koster, who's at 25,000 followers, and now, as of this morning, 10 million views. We're so proud of you, babe. Absolutely proud of you. There's a mooie, mooie bloemen and a mooie kaja that Sydney helped me make. Yeah, we're so proud of you, babe. So many people enjoying what you've got to say and do. And your opinion on things, you should be so proud. We love you, babe. And all thanks, of course, to my mother-in-law, who's always keeping me up to date on when Rose is hitting another milestone of views and followers. And oh, she's just the best. Thank you, Belle Elizabeth. Okay, do we? What is this? What? Huh? Heb jij een papa dat gedaan met oma zeker? Hmm? What this? 10 million what? Views. No. Yeah.
God, I didn't even pay attention. And 25,000 followers. Oh, I hit it? Yeah. Almost. Beautiful. And a moja kartja. Wow. Once again, Elizabeth and I were in cohorts together. It goes fast from 8 to 10 then. Yeah, and 9 to 10. 9 to 10. Yeah. Sydney chose the card. I don't know what kind of card it was, but... Mag ik lezen? But we drew all over it anyway. Dear Rose, it's days like today that should remind you of how many people appreciate and enjoy and love seeing your adventures on YouTube. They want to hear and see what you have to say about fashion, life, having a baby. You are their source of inspiration. They are interested in your opinion. You add to their lives. Wij zijn echt trots op jou. And you should be so proud of this. We love and support you because you deserve it. Congrats, Mop. We love you, mama. Habi, Sydney en Boo Boo. Oh, mijn mama. Ja? Jouw mama. Oh, you're so good. You are really appreciated.